Mooi gedetailleerd, origineel en eigentijds. Zo noemde de jury van de Nationale Staalprijs de Amersfoortse brug het Sasje 2 jaar geleden. In 2008 kreeg de brug bij de Eemhaven de prestigieuze onderscheiding vanwege het bijzondere design. Maar erg praktisch blijkt die niet te zijn. De brug kan open voor boten, maar dat moet met de hand. En dat is zo zwaar dat het bijna niet te doen is. En daarom wordt die nu verbouwd. We gaan over van handmatige bediening naar elektrische bediening. Dat is veiliger, makkelijker. €60.000 wordt er voor de verbouwing neergeteld. Tel daar de kosten bij op voor de bouw van de brug en je zit op bijna €500.000. De PvdA in Amersfoort vindt dat pure geldverspilling. Dan denk ik van ja, dat had de gemeente eigenlijk veel beter moeten nadenken voordat ze waren begonnen. Maar volgens wethouder Stoelinga kost de verbouwing de gemeente Amersfoort helemaal niks. De provincie heeft namelijk de portemonnee getrokken. Dit is een extra subsidie die we hebben gekregen. Omdat we moesten andere prioriteiten leggen om deze haven zo mooi te krijgen. En toen hebben we gekozen in eerste instantie voor handmatige bediening. Maar alsnog hebben we van de provincie geld gekregen om het elektrisch te doen en veiliger te maken. Dus ja, we hebben die kans met beide handen aangegrepen en daar wordt nu hard aan gewerkt. Geld van de provincie of niet, raadslid Smits Alvarez blijft erbij dat de gemeente slimmer te werk had moeten gaan bij de bouw van de brug. Nu hebben we dus duizenden euro's, tienduizenden euro's over de balk gesmeten, want dat ding moet er gewoon uit. En dan denk ik, ja, toen niet of goed. En dus niet half. En als je dan de provincie er nu bij haalt dat hij toevallig het betaalt, dan vind ik een beetje een drogreden, want het is en blijft belastinggeld. De PvdA gaat het college daarom om opheldering vragen over de gemaakte kosten. En wat Smits Alvarez betreft blijft het bureau dat de brug ontwierp ook niet buitenschot. Uiteindelijk is het wel ook doorgerekend door dat bureau. En dan denk ik van ja, dat had de gemeente dus beter moeten doen. En ook diegene die de brug heeft gemaakt. Dus daar zullen wij actie op nemen richting dit college. Omdat wij als PvdA vinden dat dat gewoon niet kan.